momenteel op het Saailand. Op achtergrond hoort u Mai Tai. We zijn bezig met de repetities voor het programma Nederland Muziekland. Erik de Zwart is de presentator. Erik, wanneer zijn ze begonnen met de repetitie, de artiesten? De artiesten die zijn gisteren woensdagmiddag om 1:00 begonnen met repeteren. En dat is allemaal voor de generale repetitie van vanmiddag. En dan vanavond, donderdagavond, zijn de definitieve opnames voor de uitzending aanstaande zaterdagavond. 7:10, Nederland 2, bij Veronica. Mai Tai, die streedt nu momenteel op. Wie zit er nou nog meer in? We hebben Manke Nelens uit Amsterdam in het programma. We hebben Ries Chanel. We hebben Het Goede Doel. We hebben Tatjana, dat is de actrice uit de film Vlodder. Die blijkt ineens ook over zangkwaliteiten te beschikken. Wat hebben we nog meer? Ik vergeet dat altijd. Moet ik even mijn lijstje erbij pakken. Dat is heel vervelend natuurlijk. Want even, het is een hele lijst. We hebben ongeveer 11 artiesten bij ons. George Baker Selection, niet te vergeten. David Ray uit de Playback Show. Nancy Boyd, Piet Veerman. Bliss is een nieuw groepje uit Amsterdam. En Nadie, en dat zijn ze wel. De repetities voor jou, zijn die al geweest of komen die nu nog? Nou, die lopen eigenlijk een beetje als een rode draad doorheen. Steeds voor de regisseur, die moet even kijken hoe het zit tussen al die artiesten in de overgangen. Tijdens die overgangen, daar sta ik dan ineens in beeld. En dan vertel ik vervolgens wat er weer komt. Nou, dat wordt even meegerepeteerd, zodat we tijdens de definitieve opnames niet voor verrassingen komen te staan. Dat ik precies weet welke camera ik moet hebben. En dat de regisseur dat weet, dat de mensen van het licht precies weten van daar staat hij. En dan kunnen we hem even in het zonnetje zetten. Daardoor ben ik hier ook 2 dagen. Met hoeveel camera's wordt het opgenomen? We hebben 5 camera's staan hier. Eentje bovenop het dak helemaal achteraan. En verder is de 3 camera's die op dit moment hier achter staan. En 1 loopcamera zoals dat heet. Dan wil ik nog even weten waarom jullie nou eigenlijk naar Leeuwarden zijn gekomen. Nou, omdat we Leeuwarden wel heel erg leuk vinden. En buiten we hebben in Leeuwarden nog nooit eerder een opname gedaan van Nederland Muziek. Want we zijn wel in andere gedeeltes van Friesland geweest. En wat we al heel erg gezellig vonden. Dus we vonden het wel gepast om dit keer in de hoofdstad van Friesland eventjes acte de présence te geven. Succes verder met vanavond met de uitzending en bedankt. Ja, jullie ook, hè. Dag. Wij zijn de zanger van Het Goede Doel. Ze hebben hier net gerepeteerd. Hoe lang duurt zo'n repetitie? Zo'n repetitie duurt 1 uur of 2 en is verschrikkelijk saai, want dat wij natuurlijk vragen. Ja, wat doen jullie in die tussentijd dat je niet moet repeteren? Nou, dan zitten wij hier beneden. Hier onder dit pleintje is een parkeergarage. En een gedeelte daarvan is een beetje geschropt en afgepaald. En er staat een of andere man die staat daar echt derde rangs gehaktballen en tossies te verkopen. En daar zitten dan al die artiesten te sterven van de kou. Want beneden is het even koud als hier eigenlijk. En alleen dat straffe windje wat jouw haar zo mooi doet opwaaien, dat hebben we beneden niet. Maar heel vervelend eigenlijk hoor. Maar zijn jullie nu klaar? Kunnen jullie nu straks even Leeuwarden ingaan of zo? Nee, want om 4:00 is er een generale repetitie. En dan, daarna moet je onder de schmink. Hè? Want dan halen ze die wallen onder je ogen weg en zo. Dan maken ze je 20 jaar jonger. En dan wordt het 's avonds opgenomen. Zo werkt dat. Windje, wel gezellig, toch? Ja. Nou, dus succes dan met wachten, hè? Wat zeg je? Dus succes dan met het wachten, hè? Nou, het wachten op... Ja, dat is eigenlijk het meest saaie wat erbij is. Dat realiseren een hele hoop mensen zich niet. Die denken van, ah, er komen er een paar van die gastjes, die komen even langs, die gaan een liedje playbacken. Waarom zing je trouwens niet live? Nou, dat kun je, als de cameraman zo vriendelijk is om dat te laten zien, kun je het gewoon zien. Kijk, een live band, dat is een halve dag soundchecken. Dus kijk, hier bij televisieopnames, er staat ook helemaal geen installatie. Er staat gewoon niks. Dus iedereen staat met gitaren zonder snoertjes eraan. Hè? En om een hele installatie neer te zetten voor 1 band,
Dat betekent dat ze 10 man meer in dienst moeten nemen. Er moeten generatoren komen voor de elektriciteit. Kortom, het is voor een omroepvereniging veel kostbaarder. Hoewel het voor een orkest veel leuker is live. Want playbacken is en blijft natuurlijk vreselijke nep. Is het zo goedkoop dat al die omroepverenigingen denken, nou die artiesten die komen wel playbacken, want die willen allemaal graag op de televisie, wat ook zo is. Want anders weet niemand hoe je plaatje heet en dan koopt niemand dat en dan kennen ze je niet en dan heb je geen werk. Dus sowieso werkt die vicieuze cirkel een beetje. Maar het is een rampenfilm. Ik zou lekker voor de KRO zaterdag een half uur live. Dat is veel leuker. Dat is echt veel leuker. Maar het is uitzonderlijk dat zoiets gebeurt in Nederland. Helaas. Helaas. Nou, je mag weer naar binnen, want je hebt het erg koud. En bedankt. Was graag gedaan. En het staat je werkelijk bijzonder goed, hoor. Dat haar wat zo heen en weer wiebelt. Ja, dat van jou ook wel. Dag. Leeuwarden is het kloppend hart van Friesland. Dat keihard werkt aan de toekomst. Gezellige moderne winkels aan oude vrijheid.